De NV Luchthavenbeheer heeft vanmorgen een nieuwe brandweervoertuig overhandigd aan het Korps Brandweer Suriname. Het voertuig, een Oshkosh TI 30.000, is ceremonieel in gebruik genomen in de kazerne te Sanderij. De brandweerwagen is speciaal voor werkzaamheden op de Johan Adolf Bengel luchthaven. Patrick Groenhart, brandweercommandant Sanderij, is zeer ingenomen met de nieuwe wagen. Voor hem is dit een belangrijke dag voor zowel de brandweer als de luchthaven. Volgens Groenhart is het realiseren van dit doel niet gemakkelijk geweest. We hebben met veel moeite en energie bij moeten zetten om dit alles te kunnen bewerkstelligen. Als ik terug mag denken aan de tijd dat we offertes moesten opvragen. Alles voorbereiden voor de directie, zodat zij ook groen licht konden krijgen van RVC, Raad. En uiteindelijk kregen we zo af en toe te horen van dat voertuig waarmee we nu bezig zijn, is reeds verkocht aan een andere luchthaven. Je kunt je best wel voorstellen wat voor gevoel we op dat moment hadden. Want dan moesten we weer het proces helemaal opnieuw starten. Weer opnieuw uitkijken naar andere voertuigen. Desalniettemin is het ons gelukt dit voertuig binnen te halen. En daarom stel ik het zeer op prijs. Ik ben heel blij daarmee het gevoel. Vijay Chotkan, algemeen directeur van de NV Luchthavenbeheer, noemt het binnenhalen van dit voertuig een mijlpaal voor de organisatie. Volgens hem is hiermee een van de belangrijke doelstellingen van de airport gerealiseerd. Het gaat om een brandweervoertuig die is gehaald uit Miami, een Oshkosh Detroit Diesel, met een veel grotere capaciteit dan de bestaande voertuigen die we op dit moment hebben. Dat brengt natuurlijk een extra dimensie in onze brandweer safety, om het zo aan te geven, onze safety die we garanderen. Omdat wij nu in staat zijn en richting gaan om op een veel hogere level te kunnen komen. Categorie 10, dat is onze goal, dat is ons streven als airport. En het geeft me een goed gevoel natuurlijk dat we behoorlijke grote stappen hebben gemaakt voorwaarts om daar te kunnen komen. Waarom ik dat zeg, we hebben niet zo lang terug, ergens eind vorig jaar, het equipment, safety equipment voor de manschappen. Hun safety staat altijd voorop natuurlijk. Helemaal opgegraded naar internationale standaarden. Daar hebben we een behoorlijke investering voor gepleegd, maar het zijn prioriteiten die we hebben gesteld. En we hebben gezegd van nee, daar gaan we voor. Vijay Chotkan, directeur van NV Luchthavenbeheer. Het bedrijf heeft vandaag een nieuw brandweervoertuig overhandigd aan de brandweerkazerne van Sanderij.